Dit is Gert-Jan van den Ende, wellicht beter bekend als Bobby van het duo Ernst, Bobby en de Rest. Al 14 jaar maakte deze kinderserie die te zien is op tv. Daarnaast geeft hij shows voor kinderen door het hele land. Nou, de stelling. Iedere burger moet orgaandonor zijn, tenzij hij of zij hier schriftelijk bezwaar tegen maakt. Nou, hier gaat het me om. Om het woordje moet. Iedere burger moet orgaandonor zijn. Ik ben zelf orgaandonor. Ik wil heel graag dat als ik iemand nog kan helpen met mijn nieren of wat dan ook, die mogen ze echt hebben van me. Het zijn hartstikke lekkere nieren, dus ik moet er zeker gebruik van maken. Maar dat iedereen het moet zijn, daar ben ik het niet mee eens. Dat is... Stelling. Het auteursrecht op internet moet streng worden gehandhaafd. Kijk, dat is wel weer eentje waarvan ik denk, dat is een hele goeie. Dat heeft ook met mijn branche te maken. Alle artiesten hebben ontzettend last van het prachtige internet. Internet is een prachtig medium. Maar het zou heerlijk zijn als alle dingen daar net zoals bij televisie en radio goed geregeld zijn. Ja. Ik ben benieuwd. Wauw. Oké. Dat had ik niet verwacht, SGP. Ja, ik vind het op zich een goede partij. Ze zijn mij iets extremer dan ik zelf ben. En ik heb een beetje hetzelfde gevoel als toen ik de allereerste keer de stemwijzer invulde. Toen kwam daar ChristenUnie uit en toen was ik zo verbaasd, dat het was toen een hele jonge partij. Toen wist ik helemaal niet dat ik daarop gestemd zou hebben. En het leuke was dat ik toen wel heel geïnteresseerd ben gaan kijken van wat doet ChristenUnie dan en waar staan ze voor. Een beetje dat gevoel heb ik nu ook. Dat ik denk, nou, ga ik toch eens goed het partijprogramma lezen van de SGP. Maar gevoelsmatig zeg ik, die zitten iets extremer dan ik zelf ben.